Die gaat helemaal viral op Instagram en TikTok. Wat vind je daarvan? Goeie vraag. Mijn vraag voor Dangdo is, wat heb je op je arm? En ik zou nog zeggen, morgen is weer een nieuwe dag. Ja, wat een... Dat ik social media verslaafd ben, is geen verrassing. Maar doordat ik al die tijd aan het rondneuzen was op social media, ben ik deze jongeman tegengekomen. Ik zag hem echt overal op TikTok, op YouTube, op Instagram. En ik werd al best wel snel fan van zijn humor. En toen besloot ik hem op te zoeken. Ik heb dus zijn echte Instagram gevonden, want er zijn superveel neppe accounts van hem. Ik heb dus een beetje met hem gesproken via DM en ik heb zijn nummer gekregen. En ik vroeg of ik hem kon bellen en hij zei dat het nu kon. Hoi. Hoi. Ik vroeg me af, dus ik wilde dus vrijdag met jou afspreken. Hoe laat kan jij op station zijn? 7 uur of zo. 7 uur? Zullen we dan gewoon 7 uur afspreken? Ja hoor, hoe ken jij mij? You, me. Ja, ik ken je via TikTok. Oh echt? Ja. Wat grappig. Ik zag allemaal grappige video's en ik dacht van, ik vind je humor zo leuk. Ja, ik weet het, ik ben heel droog. Ik weet nog eens dat 4 weken geleden, toen had ik maar 2k. Ja, zie je? Je hebt nu al 80.000 of zo. Ja, omdat het viral is gegaan. Ik weet niet waarom het viral bent. En toen was het vrijdag en was het tijd om met Dangdo af te spreken. We waren eventjes op hem aan het wachten in de auto, maar toen uiteindelijk stuurde hij mij een appje. Oké, Dangdo zegt dus dat hij er is. Hij laat ook nog een mooie foto zien. Ik heb ook even een foto gestuurd. Ik ben echt benieuwd of hij wel bij de juiste Albert Heijn is. A few moments later. What's going on, peeps? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. En jullie zien het goed. Ik ben vandaag met... Dankjewel. En ik ben ook met Filip. In deze video gaan wij McDonald's eten. Ik heb droge tong en jij hebt zin in eten. Je hebt zeker de chili chickens. Ja. Jij had 2 hamburgers. Ja. Eet smakelijk. Dankjewel. En die voor jou. Is er nog één, toch? Zoveel. Ja, je hebt er 2. Oeh, het is wel ram. Ga even een thumbnail maken. Terminal. Thumbnail, weet je wat het is? Ja, selfie op de camera. Ja, kijk maar naar de camera. Dat doe ik al. Nee. Oh ja, dat. Oh ja, ik zie je nu pas. Ik heb via Instagram gevraagd, zoals je kon zien, naar vragen. Wil je een paar frietjes van mij? Nou, die mag je houden. Hoe oud is Dangdo? Dat mag je raden. 26. Goed. Ja toch? Ik heb je video gezien. Oh nee. Ik heb je video gezien. Zij is super slim. Ik kom echt zo sarcastisch. Deze vraag krijg je zeker wel vaak, hè? Mm-hmm. Ja, dat heb ik wel eens gezien in je comments. Veel mensen vragen ernaar. Mmm. Weet je hoe oud ik ben? Ik gok dat jij 22. Nee, echt? Denk je dat echt? Lef. Nee, hoger. Hey, ik dacht black don't crack, maar... 24, 24. Ik ben 20 dan. 20? Oh. 20. Ik 20. Ben nog een young in, ik ben nog klein. Jong? Young in. Oh. Arme meid. Okay. Heb je liever de McDonald's of heb je liever de Burger King? Ik vind McDonald's veel beter, omdat die hamburger is zo lekker zacht. En die van Burger King is iets andere kwaliteit. Krokant of zo. Maar de long chicken vind ik wel lekker. Dat is de enige burger die ik daar lekker vind, de long chicken. Oké. Okay. Wat vind je van mijn haar dan? De sprankelende ogen is mooi en je glanzende haar is schitterend. Oh, dankjewel. Mm-hmm. Dat is wel nep, hè? Nee, ik meen het. Nee, ik bedoel mijn haar nep. Dat bedoel je. Je grammatica, snap ik echt niet. Wat vind jij mooier? Mijn neppe haar of mijn echt haar? Allebei. Zoals je praat, lekker? Zoals je doet. Bij jou voel ik me supergoed. Dat is lief van je dan. Ja, toch? Dat is heel lief van je. Zelfs, je glimlach is zo zoet, maakt elke dag weer goed. Ik ben een vriendinnetje. Ik heb geen vriendin. Ik ben nog single. Dus alle meisjes die, op een, die je misschien wel leuk vinden of interessant. Moeten je lekker zelf naar me toe berichtjes sturen, want ik ben te lui voor de rest. Stuur maar een berichtje via Instagram. Ja. Zet eventjes de echte Dangdo Instagram hier al in beeld. Want er zijn heel veel neppe accounts. Dat sowieso. Zijn je nep accounts? Die nep accounts, hè? Ik neem ze een wraak. Wat ik echt goed van jou vind, is dat jij echt heel erg positief bent. Ja. Je ziet alles heel positief, hoe slecht het ook met je gaat en zo. Het is, je blijft altijd heel positief. Ja, toch? Ja. Vind ik heel mooi om te zien, hoor. Als ik kan jij ook. Dat is waar. Als jij het kan ik het ook. Als ik het kan jij het ook. Ja, toch? Heb je ooit wel eens een vriendinnetje gehad? Nope. Nee, ik heb geen verstand. Ik ben al 26 jaar vrijgezel, hoor. Ik ben niet bezig met vriendin te zoeken. Het enige wat ik kan doen is gewoon bezig met mijn talent. En als iemand graag met mij... relatie wilt. Wees geen pussy of wees geen watje of weet ik veel. Als een slappeling. Gewoon
stuur een bericht naar me toe via op social media. Of wil je liever dat het in het echt dat iemand echt naar je toe komt? Of wil je het liever via social media? Via, probeer maar op social media aan mij vragen of te gaan afspreken. En dan in real life, face to face. Mm-hmm. En dan zie ik vanzelf wel beter dan die van de Tinder, weet ik veel wat. Gisteren zag ik dus een video die je online hebt gezet van Zwollywood. Mm-hmm. Maar, dat is van 2016. Heb je nog steeds beelden van 2016 op je computer staan? Of ja. Hoe is dat gekomen? Ik snap je dat niet. Ik heb die video, Facebook, die nog staat. Oh, en die heb je gewoon gedownload of zo en dan weer... Remake, want vroeger was ik slecht in video maken, maar nu niet meer. Verstouwen. This time, I will show up who I am. Nobody else can follow me. Iemand vraagt waar ben je geboren? Waar ik geboren ben is in Vietnam. Je gaat helemaal viral op Instagram en TikTok. Wat vind je daarvan? Goeie vraag. Heb je TikTok? Ik heb een TikTok. Op een TikTok, als ik op viral op TikTok ben, is niet erg. En ook op Instagram ook niet erg. En... Heb je geboerd? Ja, per ongeluk. Zijn jullie wel eens onzeker over jezelf? Ben je wel eens onzeker? Nope. Ik heb geen schijt aan. Ik was wel eens onzeker over mijn wenkbrauwen, maar die heb ik nu laten doen. Ach, weet je, gewoon doen. Geen onzeker. En ik ben ook wel onzeker over mijn lengte misschien. Ik ben misschien best wel klein. Nou, en dat boeit me niet. Dat boeit jou niet? Oké. Okay. Als iemand zo lief en aardig doet, dan, ja, dan ben je van mij. Maar de rest boeit me niet. Snap je hem? Mijn vraag aan Dangdo is of die al eens een frikandel geworden is en of het 45 eurocent kostte. Vraagteken. Wat zou je nog heel graag willen doen? Nou, hier en nu met jou babbelen. Echt waar? Ja. En dan moeten. Oh, dat vind ik heel lief van je. Ja, toch? Het is toch beter dan niets. Hoe heet je nieuwe hamster? Ik heb al een jarenlang en zij heette Laura. Iemand vraagt of wij aan het daten zijn. Vraagteken. Daten is wat anders. Ja, is wat anders. Heb je wel eens gedate? Ja, iemand die al een vriendje hebt. En ik mocht van haar daten met haar dus. ik ben geen slappe Janus hoor. Ik ben gewoon de man die alles kan. Ik ben de beste man van Noord-Holland. Ben je van plan om een nieuwe hamster te kopen? Dat weet ik niet hoor. Dat ga ik nog niet zeggen. Nee. Nee, dat is nog maar geheim. Maar je hebt nu nog Laura toch? Ja, maar de rest is nog geheim. Want dat is allemaal the future. Oké. Okay. Ik ben benieuwd hoor, Dan. We zien het allemaal wel in je vlogs, hè? Zou je kinderen willen? Of zouden jullie kinderen willen? Dat is geheim. Ik zou wel kinderen willen. Ik zou er 3 willen. Oké, dan geef ik wel toe dat ik wel graag heel een mooi kind wil. Ja? Willen. En hoeveel? Dat is nog... Geheimpje. Ja, geheim. Ik denk 2 of 3. Oh. Al vanaf of ik blut ben of niet. Ik heb geen vriendin. Dat komt allemaal wel hoor, dan. Zet ja, maar... allemaal op je pad. Hoe dan? Dat komt allemaal wel vanzelf. Als je bijvoorbeeld, ik weet niet, misschien ergens naartoe gaat, kom je misschien wel iemand tegen. Fout. Ja, die zeg maar, je moet een talent laten zien en dan lukt het sowieso. Nee, dat is niet. Bijvoorbeeld, dat is geen als ik heel goed ben in hockey, kom al die publiek maar dat is naar net, mij toe. Dan. En dan zien ze het en dan komt die... Maar dan komen ze alleen omdat je goed bent in hockey. Oh. Ja, ze moeten toch jou leuk vinden om hoe je bent. Oh, maar in de film zie ik heel anders. Nee, maar dat moet je niet geloven. Dat is allemaal jammer. Onzin ook. Dat je type is. Dat weet ik niet. Vind je gewoon alles leuk? Dat kan ook gewoon. Dat is vraagteken. Ik doe eventjes de dictafoon aan, want ik weet niet of jullie me goed kunnen horen vanwege die regen. Waardoor ben je begonnen met het maken van je filmpjes? Dat weet ik niet meer. Ja, dat is lang geleden. Hè? Heel lang geleden. Ja. Mijn vraag voor Dangdo is, wat heb je op je arm? Een hand. Ik denk dat ze meer je arm bedoelen, gewoon je moedervlek eigenlijk. Maar misschien kan je dat zelf vertellen. Het is mijn moedervlek, meer niet. Ja, meer lijkt ik op alsof ik uit andere dimensie vandaan kom. Je bent zo wel anders inderdaad. Zo jullie kunnen zien. Ja. Ja, ik kom uit andere wereld, ja. Uit een fantastisch boek. Krijg je wel vaker dat soort vragen? Over je arm? Ja. Ja. De mensen sturen een bericht of reactie naar mij toe. Over wat is met mijn hand aan de hand. Of weet ik veel wat. Dan klik ik op verwijderen. Oh, dat vind je niet leuk? Nee, hoef niet per se te weten joh. Ik ben te lui voor om uit te leggen. Ja. I'm lazy.
Ja, maar sowieso als het hun niks aangaat en je hebt het liever niet dat ze dat weten of erover praten, dan moet je dat gewoon negeren. Hè? Ja, klopt. Maar het kost mijn stamina, mijn hersenen. Want ik heb geen zin in om te typen. Ja, snap ik, snap ik. Iemand vraagt hoe het met je gaat. Goed hoor. Ja? Gaat het ook met jou goed? Ja. Ja? Ik denk dat pijn bij mijn billen. Oh ja. Oh. Je praat niet veel, hè, Filip? Je mag ook gewoon meepraten. Je mag ook dingen vragen aan Dang. Ik ben meer van spek en bonen, want het regent buiten. Wist je dat hij een hele erg fan van jou is? Echt? Ja. Hij kijkt je video's altijd op TikTok. Dat is mooi. Altijd. Every day and night. Wat vind je van vrouwenvoetbal? Ik vond het best mooi. Ja? Ja. Ik zit ook op voetbal, hè? Echt? Ja. Wat voor voetbal? Oh ja, gewoon vrouwenvoetbal. Leuk. Nou jongens, vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren hier beneden. Wat is er? Wat kijk je zo? Ik kijk naar je glimlach. Oh. Je smile. Vind je het mooi? Mm-hmm. Vergeet Dangdo natuurlijk niet te volgen op zijn YouTube kanaal en zijn echte Instagram. En ik zou nog zeggen... Morgen is weer een nieuwe dag. Ja, wat een heerlijk avontuur. Kelly, Kelly, wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Kelly Klein.